Dames en heren, we zitten hier in het hoofdmenu van WRC 9. En dat heeft er alles mee te maken dat later deze week op GameKings.tv de review verschijnt van deze game. En het schijnt nogal een hardcore game te zijn. En ik was vroeger heel erg into rally games. Colin McRae, echt long ago, gewoon op de PlayStation 1. Later ook nog best wel wat arcade games gespeeld. Rally Sport Challenge is daar bijvoorbeeld een goed voorbeeld van. De Dirt series tegenwoordig vind ik op zich best wel cool. Dirt Rally, oké, weet je, het is best wel hardcore. Niet helemaal mijn ding. Ik ben er gewoon niet goed in. En als ik er niet goed in ben, dan heb ik er over het algemeen niet zo heel veel zin meer in. Dit is dus WRC 9. Ik ga hem in eerste instantie spelen met de controller. En dat heeft ermee te maken dat ik ook voor de review moet bepalen of deze game ook goed met de controller te spelen is. Want hij schijnt... er zit best wel wat Fanatec-sponsoring in deze game. Dus ik neem aan dat hij redelijk goed geoptimaliseerd is voor een stuur. Wat ik ook ga checken uiteraard. Maar kan je hem ook spelen met de controller? Dat gaan we nu checken. Even kijken, dit is de eerste keer dat ik de game opstart. Dus ik ga gewoon samen met jullie heel even door de opties heen lopen. We hebben een career, uiteraard. Ik denk dat we dat niet gaan doen. Ik wil gewoon heel even een quick play doen. Career mode, season. In season mode you can take part in rallies without crew management. Dat gaan we niet doen. Training, nee. Challenges, dat zou zeker iets kunnen zijn. We hebben die rally Monte Carlo. Nee. Oké, er zijn dus best wel wat opties. Nou, dit is gewoon een let's play. Dus laten we gewoon een quick play selecteren. Drive any stage of any rally in your choice of car and weather. Oké, quick stage. You have free reign. Create your own customized event. Choose in the rally, special stage and car you want. Don't forget to set the weather conditions. Ik vraag me trouwens af of dit dezelfde game is, althans dezelfde serie die ik heb gespeeld op de PlayStation 2. Dat was namelijk ook de WRC-serie. En misschien is dat heel erg obvious, maar ik vraag me af, want ik heb heel lang deze game niet gespeeld. Wat gaan we kiezen? Asphalt takes place on winding mountain roads. Nee, laten we die niet doen. Intense challenge. Laten we niet gelijk iets heel moeilijks nemen. Combined rock peaks. Technical steep inclines. Potholes. The driving frenetic requires constant vigilance. The rally wins and climbs up various high hills. So ground level differences are key. Oké, elke is moeilijk als ik het hier begrijp. We gaan gewoon in Kenia rijden. Kenia, hartstikke mooi. 7 kilometer. WRC. Absoluut. Nee, Legends. Ik ga voor Legend Car. Kijk, deze Lancia. Oh. Deze Lancia ga ik voor. Oké, hier zijn we. De laadtijden zijn best lang. Dat moet ik wel, daar moet ik wel bij vermelden dat ik de game heb geïnstalleerd op een reguliere harde schijf. Volgens mij niet op een SSD. Nee, ik heb hem wel geïnstalleerd op een SSD. Want de game was niet zo heel groot. Nou ja, we gaan er gewoon induiken. Start the race. 100. Here we go. Flat right into left 6. Als ik naar de game kijk, het ziet er een beetje saai uit. Dat zal natuurlijk ook met de omgeving te maken hebben, want het is hier nog allemaal vlak. Weinig te zien ook. Maar, hier, dat bedoel ik. Je mist één heuveltje. En je spint meteen. Althans, je raakt één heuveltje. Laat het alsjeblieft geen voorbode zijn voor wat er nog meer gaat komen. Maar het oogt hier nog een beetje saai. Misschien dat we straks de jungle hier zo ingaan. Anders was dit echt een hele slechte keuze qua stage voor mij. Het lijkt ook alleen maar... Nou, daar gaan we al. Oké, twee keer al gecrashed, een hele korte tijd. Je handrem gebruiken. Wel heel voorzichtig gedaan natuurlijk. Sorry, ik wil jullie huis niet slopen. Oké, dit is wel een technisch gedeelte hoor. Elke keer als die auto een klein beetje airtime krijgt, dan ben je gezien. Dan wil die meteen gaan. Dan zei ik was vroeger zo goed in rally games, man. Wat is er gebeurd? Formule 1, dat is wat er is gebeurd. Ze hebben me verwend met heel veel downforce.
Een auto die plakt op de weg. En hier hebben we het tegenovergestelde. Oh, kijk eens wat een gezellig straatje. What? Oh, ik reed dwars door ze heen. Ze hebben het hier wel heel smal gemaakt, zeg. Oh mijn god, dat is het moeilijk. Left 5 long and left 4 narrow. Loop ik nou 37 seconden al achter? Into water, jump 50. Oké, er komt water aan. Right 5 short into left 5 titans 3. Ja, dit ging oké. Okay. Dit ging oké. Okay. Right, ik ben ook de hele tijd aan het spelen met het gaspedaal. Rem door juist het gas een beetje loslaten. Echt hard remmen. Heb ik nog niet gedaan. Omdat hij dan echt meteen bestuurloos is. Oh, ik dacht dat we al bij de einde van de stage waren, joh. Kijk, dit is een makkelijk gedeelte. Even. Oh, wauw, ik zie helemaal niks! Oh my god. Dat krijg je met je grote mond. Volgens mij moesten we deze kant op. Ja, deze kant. Ik dacht, ik ga heel even in de auto zitten achter het stuur, maar... dit was geen goed idee. Dan even zo. Het was behoorlijk ambitieus. Maar als ik al niet kan rijden met een chase view... dat gaat het me al helemaal niet lukken wanneer het raam helemaal bedolven is onder de modder. Oh. Ja. We zijn bijna bij de laatste kwart. Oh, dit is wel pittig hoor. Maar er is nog wel een easy mode. Die had ik niet geselecteerd. Ik ben nu voor de experienced driver gegaan. Misschien had ik dat niet moeten doen. Ik denk dat dit mijn snelste sectortijd is. Althans mijn beste sector is. Snelste sectortijd, dat is logisch, want het is de eerste keer dat ik hem rijd. Oh, die auto probeerde op te vangen. Je voelt het gewicht wel echt goed verschuiven, dat momentum. Ik kon niet goed zien welke kant op moesten. Ah, we zijn er. We zijn er! 5:03. Ik kan me voorstellen dat niet heel erg goed is. Nee, we staan volgens mij ook helemaal laatste. Oké, misschien als we heel even een andere kiezen. Met een wat modernere auto, dat het dan beter gaat. Who knows? Oké, zijn we weer bij Quick Play. Ik denk dat we nu gaan kiezen voor Duitsland. Dit ziet er behoorlijk technisch uit. Arena Panzerplatzen, 100% asfalt. Ja, het is allemaal 100% asfalt. Nou, oké, we kiezen voor deze. Wel gewoon een WRC-auto. We gaan voor de Ford Fiesta. Oké, hier zijn we. Germany, Duitsland. Nou, het ziet er prachtig uit. Nee, hier komen we. Het is geen mooie game, dat kan ik je wel vertellen. Ik bedoel, de auto ziet er verder prima uit, maar de omgevingen zien er een beetje... last gen wil ik ook niet zeggen, maar... Oké, hier gaan we. Dit is 100% asfalt. Oh, het gaat er nu... Wauw! Dat werd wel heel erg smal in één keer. Oké, die zag ik niet aankomen. Overal staan ook van die paaltjes. Oké, dit was echt een hele slechte.
keuze geweest. Right 3 and right 4 into left 4, cut 30. Levensgevaarlijk dit. Zelf, wauw. Hairpin right, don't cut 40. Flat left short into right 5. Zelf respect voor voor die rally drivers, man. Dit is toch niet te doen. Dit is toch niet te doen. Ik durf niet eens voor gas te rijden. Ik dacht echt dat we gewoon iets bredere wegen zouden krijgen dan dit. We lopen nu al 16 seconden achter. Het ziet er wel. Het ziet er niet mooi uit. Het ziet er niet mooi uit, maar de omgevingen zijn wel vreed. Als dat sens maakt. Het zijn mooie omgevingen die niet zo heel erg mooi in beeld zijn gebracht. Wauw. Oh, dit is zo lastig, man. Into caution, left 4, keep in, overpress. Dit is echt heel erg pittig. Oh, en wat bredere wegen. Nee! Oh my god. We kunnen wel stellen dat deze game niks voor mij is. Alles kraakt en piept nu ook. De deur staat open. Ah, nee! Ik dacht dat ik hier links moest, joh. Nou, toch gewoon doorrijden. Gewoon luisteren naar je navigator ook, hè, Koos. Hij zit er niet voor niks. Maar ik zit zo te focussen op de weg. Ik hoor hem niet eens meer, joh. Wauw. Dit is echt insane. Keep middle, jump over crest, 80. Right 5 long, keep in. And caution, left 4 brake, into chicane right, bumpy at junction. For flat left, into left 6, narrow, bend in. Yeah. En daar is de volgende grote crash alweer. Dramatisch. Into left 6. Ongelooflijk. And right 6 long, 100. Het is niet voor de faint of heart, jongens. Ah, moeten we echt weer door dit kleine ding heen. De car is... Wauw. We hebben niet eens gered. Een DNF'je. Een DNF. Wat? Ik schaam me kapot hoor. Oké, we gaan nog één keer proberen. Nog één keer. En we gaan naar Italië. We kiezen voor Baranta. We kiezen weer een WRC-auto. We kiezen nu de Hyundai. Deze. Oké. Laatste kans. De eerste keer zijn we hopeloos laatste geworden. De tweede keer was onze auto te beschadigd om nog door te kunnen gaan. Dit is de derde keer. 3 maal scheepsrecht. Let's go. In Italië. Doel is om hem maar gewoon naar de finish te krijgen. Let's go. Into left 5, Titans, brake for hairpin right. Into left 3, short and right 2, don't cut. Oei. Dat is ook gelijk bij een afgrond, man. Into brake for hairpin left. Oh, nee. Ik probeer heel voorzichtig te doen, man. Oh my god. Met 3 kilometer per uur. Over de kop gerold. Into left 3 short, opens.
Nee! It's a flat right long over bump. Kijk, vol gas hier. Vol gas. Doe het dan, lafaard. Oh. En daar gaat hij weer. Het is de tweede keer dat de auto over de kop is gegaan. Hij lijkt minder beschadigd dan in Duitsland. Maar toch, nee! Tegen elk paaltje klapte. Is dat een droom? Ongelooflijk. Ongelooflijk. Right 4, don't cut, 40. And left 5 short, into right 4, very long, 30. Oh, yeah, 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 yeah. Left 3, very long, tightened, into right 5, keep in, 50. Right 5, tightens, 30. Ik ben zo hard aan het concentreren nu. Er is gewoon geen marge, hè? Aan beide kanten niet. Left 5 short, 30, keep middle, and left 5 short cut, into right 5, and left 4 tightens, very long, keep in. Ik wil zeggen, dit gaat best goed, maar altijd als ik dat zeg, dan gaat het heel erg slecht. Into flat left, into bump, dus ik hou nu even wijselijk mijn mond. Into right 4, opens. Into caution, break for square right, and flat right, bump. Welke sadist bedenkt dit? Daar had ik gewoon mijn handrem moeten gebruiken, dat deed ik niet. Het is angst. Nee! Ah. And right 3 long opens 14. Into left 3 opens into left 4 over crest. Oh my god, wat is dit moeilijk. Right, we gaan dit keer wel gewoon bij de finish krijgen, toch? Medium, tightens, 40. Nee! 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 Right 5, 40. Ah. Mijn linkerwiel bleef in de berm hangen en ik kon er niet meer van herstellen. Wauw, 26 seconden achterstand. Right 5 tightens, into left 4, hard break the hairpin left, don't cut, 60. En hier gebruik ik wel de handrem, maar ja, dan overcommit je. Right 5 tightens, short. En ben je hem weer kwijt. Maar we gaan hem bij de finish krijgen. We zijn niet eens laatste geworden. Dit is een verbetering. We zijn 13e geworden van de 15. Hé, hey, als dat niet vooruitgang is, dan weet ik het ook niet meer. Hé, hey, jongens, dit was heel even een korte let's play van WRC9. Deze week check je dus de review bij GameKings.tv. Kunnen we stellen dat WRC9 de Dark Souls is van het racen? Wat mij betreft wel. Dit is zo gruwelijk pittig. Maar ik zie daar ook wel gelijk weer de appeal van in. Als je dit kan masteren... En een 1-1 stage gewoon zo goed kan afronden. Misschien zelfs eerste worden. Dat is wel echt een prestatie om trots op te zijn. Ik ga oefenen. Ik ga de game ook nog met een racing wheel spelen. De Fanatec CSL Elite. Die kennen jullie denk ik wel. En dan checken jullie dus later de review bij GameKings.tv. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer jongens. Ciao.